van den Bosch. Ibrahim Aliskan mag voor het eerst in de basis beginnen. Hij viel wel al twee keer in. Aliskan vervangt de geschorste Peter van den Berg en vormt met Arjen Emmingen het centrale duo. VVV treedt aan met dezelfde elf als vorige week tegen RKC. Dus ook met Sandro Calabro, de topscorer van de Jupiler League, die wel sinds 27 februari niet meer heeft gescoord. Richard van Intersom vertelt u of het hem vandaag wel is gelukt. De aanval van RKC werd vorige week afgeslagen en dus ligt de weg open richting het kampioenschap voor VVV. In een goed gevulde vliert is FC Den Bosch de op papier lastigste tegenstander voor de Limburgers in de laatste weken. Weilaars op het hobbelige veld in de vliert en de kans, de eerste grote kans in deze wedstrijd is in de 9e minuut voor FC Den Bosch. En de bal karamboleert via Matuziwa naast de goal van Bejois. En daar komt de koploper dus uitstekend weg. Timi Zela schaken. Hij mag draaien van Barakat. En voorgeven ook nog. En daar is Calabro. Het eerste kansje voor de bezoekers via Sandro Calabro. Die lange tijd niet heeft gescoord. Maar wel knap op 21 goal staat in de Jupiler League. Weilaars, Barakat. Hij ontdoet zich van schaken, knap opgelost. Van Weegreef vindt dit een zware overtreding. Een hele zware overtreding, want hij tovert ineens die rode kaart tevoorschijn. En hij verbaast daarmee werkelijk iedereen in dit stadion. Barakat draait weg van schaken, de paas komt en schaken stapt dan op de voet van Barakat. Het is een overtreding. Maar op het eerste oog lijkt het veel te zwaar bestraft door Jan Weegereef. Honda tegen twee man. Dat is een duwfout. En niet zo'n kleintje ook van Stefano Seedorf. Die snel weg moet wezen van Weegereef. Het strafschopgebied van de thuisploeg goed bevolkt. Veel blauw, veel geel. En geel werkt hem binnen, toch? Ja, via Sandro Calabro die een einde maakt aan die droge periode. Voor de tribune met de meegereisde fans is daar de vrije trap voor de ploeg uit Venlo. Van Kouwe trapt, gerommel, gerommel en Sandro Calabro geeft de bal het laatste zetje en komt dus op 22 goals in de Jupiler League. Maar belangrijker, de koploper leidt in de vliert. 34e minuut. Jan Weegereef heeft het zien flitsen boven het stadion. En besluit om eventjes een korte pauze in te lassen. Om te kijken wat die donkere wolk allemaal doen boven dit stadion. Den Bosch en de VVV Venlo dus even naar de kleedkamer. De onweerswolken zijn tergend langzaam overgetrokken en nadat de wedstrijd 25 minuten heeft stilgelegen, rolt de bal weer in Brabant. En de vraag is natuurlijk ook welke ploeg na zo'n lange pauze het best voor de dag komt. Honda, toch gemakkelijk gevoetbald. Ook aardig, het paasje op El Gawiri. En dan wacht Calabro voorin met Kantelberg. Die kijken wat El Gawiri allemaal doet en kan. Die haalt zelf uit en verrast daar bijna in de korte hoek de doelman van Den Bosch, Zari. Het eerste gevaar na dat lange oponthoud komt dus van de bezoekers. Honda, de versnelling. Calabro, Fleuren moet springen om zijn benen te beschermen. En Weegereef komt in de laatste seconde van de eerste helft. Nu met rood voor iemand van FC Den Bosch. En wel voor El Makrini. Op slag van rust is het dus gelijk op het veld. 10 tegen 10 met nog altijd die 1-0 voorsprong voor VVV Venlo. Tweede minuut, tweede helft. Vrije trap van Kouwe. Op het hoofd van Calabro en dus moet Zari reageren. En dat doet hij dus. Kantelberg. El Gawiri. Geen Hens. Wel Hens, zegt Weegereef. Dat heeft hij zelf moeilijk waar kunnen nemen. En dus gaat hij af op het signaal gegeven door zijn assistent. De vrije trap van Honda. En die is goed, want die gaat erin. En zo is het
0 tegen 2 in de openingsfase van de tweede helft. En die wordt door alle partijen bij de bezoekers uitbundig gevierd. Van Kouwen. Calabro. De bal komt aan bij Honda. Langs Ebbingen. El Gawiri raakt het lichaam van Scheiman. En daarna het doel van FC Nuppels. En zo lijkt deze wedstrijd in de zevende minuut, achtste minuut van de tweede helft gelopen. VVV Venlo veel feller. En dat betaalt zich uit met twee goals in de beginfase van de tweede helft. En de 3-0 voorsprong. Weg is El Gawiri. Geubel steekt over, laat zijn eigen man los. Dat is Kantelberg en daar is de 0-4. Het kan niet op in de tweede helft voor VVV Venlo. Dat er lustig op losscoort en op 4-0 komt via middenvelder Leon Kantelberg. Kampioenen, kampioenen zingen de 800 meegereisde fans uit Venlo. En gelijk hebben ze, want het gaat voortreffelijk met hun ploeg. El Gawiri, Honda, El Gawiri, vrije doortocht. Ja, en niet zo zuinig binnengeschoten ook. Niet zo zuinig, El Gawiri en 0-5. De deur gaat open, wagenwijd achterin bij FC Den Bosch. En El Gawiri komt binnen. De wedstrijd ging na de 0-5 van El Gawiri als een nachtkaart.